Hey, ben ik weer. Ik heb vandaag voor jullie weer een nieuwe aanbevelingsvideo. En namelijk mijn aanbevelingen voor 5 top audioboeken of luisterboeken. Voor wie het niet weet, ik luister mijn audioboeken altijd via Storytel. Ik heb een proefabonnement genomen voor 14 dagen, waarna ik meteen mijn abonnement heb afgesloten voor €9,99 per maand. Ik haal het er echt uit. Ik luister denk ik wel 3 audioboeken meestal per maand. Dus als je dat omrekent, nou, als je zou kopen, dan heb je dat er al uit. Het is een abonnement. Je hebt je hele eigen boekenplank waarop de boeken die jij hebt gelezen of nog wil lezen staan geordend. Je kan ze filteren. Het is ook gewoon een plek waarbij je dus kan zien wat je hebt gelezen. Want er komt dus, of wat je hebt geluisterd. Want er komt dus een heel bevredigend vinkje in te staan wanneer je hem afgerond hebt. Je kan de boeken downloaden, zodat je ze als je onderweg bent geen gebruik hoeft te maken van je data op de wifi, maar gewoon in één keer kan downloaden, waardoor ze ook verder doorlopen. Je kan kiezen de snelheid die je wilt doen. Je kan doorspoelen, terugspoelen. Het enige wat ik jammer vind is dat je niet per hoofdstuk kan doorklikken of kan terugklikken. Dat is het enige wat ik soms nog wel eens mis, omdat het je dan moeilijker maakt om te luisteren en daarnaast ook fysieke boeken te lezen. Wat ik wel eens heb gedaan met de Harry Potter boeken is dat ik dan heb geluisterd en dan waar ik ben gebleven, dus bijvoorbeeld bij hoofdstuk 13, en dan verder ga lezen. Het is alleen heel lastig als ik verder heb gelezen om dan in mijn audioboek weer door te spoelen naar waar ik was, omdat je daar gewoon geen reference kader voor hebt en je hebt alleen maar de tijd. Dus dan weet je niet precies waar het was. Dus dat doe ik nu niet meer. Allereerst heb ik de tip voor jullie om zeker naar de Raven Boys Cycle te luisteren van Maggie Stiefvader. Alle 4 de boeken staan er op Storytel in het Engels en ik heb ze daar geluisterd. Ze zijn voorgelezen door Will Patton. En hij doet het zo goed. Will Patton heeft een soort van Southern American accent wat heel erg past bij de sfeer van de Raven Boys Cycle. En oh, hij leest het zo rustig voor. En hij doet heel goed verschillende stemmen. Wat ik vaak bij audioboeken moeilijk vind, of waardoor ik afhaak of waardoor ik niet verder kan luisteren, is als iemand stemmetjes opzet die ik niet vind passen. Wat ik bijvoorbeeld heel erg had bij de Grijze Jager audioboeken, is dat het was voorgelezen door een vrouw, terwijl de hoofdpersoon een man is. Dus er werd de hele tijd een soort van jongensstem, jongetjesstem opgezet door een vrouw. En dat vind ik dan irritant. Will Patton doet dit ook, maar op een hele fijne manier. De hoofdpersonage is eigenlijk een meisje, maar ondertussen ook 3 jongens. En hij heeft zo goed een unieke stem voor hun allemaal weten te bedenken. En andere personages die soms in het verhaal aan bod komen of wiens gedachtegang we volgen. Waardoor je precies als je naar hem luistert en je hebt even geluisterd, weet je precies wie het vertelt, gewoon door de unieke manier. Sowieso ook Maggie Stiefvader schrijft op een hele unieke manier haar personages. En dat weet Will Patton ook gewoon heel goed over te brengen door stemmen daarvoor te gebruiken die niet irritant zijn en niet overdreven. Wat dus bijvoorbeeld ook heel knap is, het is geschreven vanuit een soort van alwetende verteller en een soort van iedereens gedachtegang door elkaar heen. Je volgt eigenlijk altijd 1 iemand per hoofdstuk of per gedeelte van een boek. En soms gaan ze allemaal door elkaar heen. Wat heel tof is, omdat je daardoor een situatie van heel veel kanten krijgt. En dat is heel lastig om te doen als voorlezer. Maar Will Patton doet dat super goed, omdat hij dan iemands gedachten... Je kan aan de schrijfstijl horen wiens gedachte het is. Maar als iemand het voorleest, is het lastig omdat het 1 stem is. Maar Will Patton doet dat dan met ieders personage stem. Het is echt goud waar je moet er naar luisteren. Zoveel sfeer, zoveel creepiness dat ik door het bos liep en dacht... Oh, ik word aangevallen. Echt een aanbeveling. Ik heb er zo van genoten. Überhaupt zijn Maggie Stiefvader haar boeken gewoon een van mijn favoriete boeken. En ik hou van deze serie. Dus ik ben blij dat ik ze ook op audioboeken kunnen luisteren. Voor wie niet weet waar deze serie over gaat. We volgen Blue en 3 ravenjongens. En terwijl zij allemaal op zoek zijn naar de Leyline. En de Leyline is dus een plek waar spirituele energie rondwaalt. En er wordt gezegd dat op die Leyline een Welse koning ligt te slapen. En als je hem wekt, dan krijg je een wens. En dat is eigenlijk hun doel en hun avontuur. En dat wordt steeds groter en het gaat mis. En oh, het is zo cool. Mijn tweede aanbeveling is, voor wie het nog niet door heeft gehad, de Harry Potter boeken op luisterboeken. Ik heb deze in het Engels geluisterd. Ze staan ook in het Nederlands op Storytel. Zowel in het Nederlands als in het Engels staan ze op Storytel. Ik heb ze in het Engels geluisterd omdat ik de boeken nu in het Engels aan het herlezen was. Ik heb ze vroeger in het Nederlands gelezen. En ik wou ze graag herlezen in het Engels, omdat ik graag dat verschil wil weten. Deze boeken zijn voorgelezen door Stephen Fry. En ook hij doet dit zo fantastisch. Hij is een soort van de stem van Harry Potter voor mij geworden. Wat heel lastig is, omdat het natuurlijk voorheen altijd Daniel Radcliffe was. Maar Stephen Fry
Je hebt hem 7 boeken lang. Ik denk dat ik wel... Even kijken, elk boek is denk ik misschien 12 uur sommige. En andere wat langer. Dus heb ik 7. Ik denk dat ik wel 70 tot 80 uur naar deze man heb geluisterd. En het is insane hoe niet gek je kan worden van zijn stem. Voor iemand naar wie je 70 uur luistert. Ook Stephen Fry heeft zo'n goede manier van verschillende personages neerzetten. En we volgen natuurlijk de hele tijd Harry's gedachtegang. Maar op een of andere manier voelt het niet de hele tijd alsof je vanuit een kind aan het lezen bent of zoiets. Ook heeft hij natuurlijk van deel 1 naar deel 7 groeit Harry op. En hij groeit een soort van echt mee met die personage. De Harry die hij voorleest vanaf boek 1 is niet dezelfde als in deel 7. Hij maakt echt een soort van groei door samen met J.K. Rowling. Want J.K. Rowling schrijft natuurlijk ook een boek steeds een jaartje ouder en steeds een jaartje wijzer. En Stephen Fry gaat erin mee. Ik snap niet hoe mensen dit zo goed kunnen doen. En je zou misschien denken, ja, maar het is alleen maar voorlezen. Want het verhaal, dat is het dus niet. Het is, zeker bij boeken als Harry Potter, het is een, en The Ravenboy Cycle, het is een sfeer overbrengen naar de lezer. Het is op de juiste manier vertellen. Kracht leggen waar kracht moet en snelheid leggen waar snelheid moet. En dat doet Stephen Fry zo fantastisch goed. Mijn 4e aanbeveling is Everless van Sarah Holland. Deze heb ik geluisterd voor Yalfest, wat ik enorm goed uitkwam, want ik had niet tijd om alle boeken te lezen voor Yalfest. Dus ik kon deze luisteren en ik wist niet waar het aan begon toen ik het deed, but oh goodness, it was great. Het audioboek van Everless is voorgelezen door Eileen Stevens en zij heeft zo'n prettige, onschuldige, definieerbare stem. Hoe bedoel ik dat? Everless gaat over een meisje die in een wereld leeft waarin je betaalt met je bloed. En in je bloed zit je tijd dat je leeft. Dus het is een messed up wereld. En zij wordt hierin gegooid. Dus zij probeert te overleven in een wereld die heel makkelijk je kan verslinden. En daarin is zij heel onschuldig, een beetje naïef en weet niet alles. En heel vaak in gevaar. En Eileen Stevens zet dat ook neer. Op zo'n manier dat jij echt denkt dat zij die personage is. Dat zij gewoon jou haar eigen verhaal vertelt. En niet een verhaal voorleest. Nee, zij vertelt... Eileen Stevens vertelt jou wat haar is overkomen. Wat niet zo is, maar zo laat ze het voelen. Ook hier weer, het komt natuurlijk door de fantastische schrijfstijl van de auteur. Van Sarah Holland, dat het zo goed voor te lezen is. Maar ik vind het zo knap hoe iemand... niet zomaar een boek voorleest. Er wordt niet gewoon opgelezen wat er staat. Er wordt gewoon een heel verhaal en een hele beleving wordt overgebracht. En dat deed Eileen Stevens ook weer fantastisch. Haar stem is super fijn om naar te luisteren. Het heeft een hele kinderlijke ondertoon. Ik weet niet hoe oud ze is, maar ze zou zo super jong kunnen zijn, want eens in de puberteit. En toch is ze ook weer heel wijzelijk en een soort van toch wel een beetje sassy of zo. I don't know, ook deze stem is weer perfect gekozen. Deze voorlezer is eigenlijk perfect gekozen voor bij het verhaal. Dus zeker een aanbeveling. Überhaupt is dat hele boek een aanbeveling. En wat ik ook heel knap vond is dat, dat is denk ik een combinatie, maar vooral van Sarah Holland heel knap, is dat het is zo'n ingewikkeld verhaal, hoe het allemaal in elkaar zit met betalen en leven en je tijd die je hebt en je bloed. En ik ben geen enkel moment in de war geweest. Als ik het probeer uit te leggen aan iemand anders, snap ik er niks meer van en dan klopt er allemaal niks meer van. Maar op het moment dat ik het hoor, zit ik in die wereld en it all makes sense to me. Dan mijn 4e aanbeveling is ook een recente lezerervaring die ik heb gehad. Of een luisterervaring die ik heb gehad. Ik heb recent naar Simon vs. The Homo Sapiens Agenda van Becky Albertalli geluisterd. En dit was zo hilarisch. Ook deze heb ik in het Engels geluisterd en hij is voorgelezen door Michael Crouch. En Michael Crouch is hilarisch. Het is sowieso een hilarisch boek. Ik vind Simon Versus, ik vind Becky Albertalli echt super goed schrijven vanuit een tienerperspectief, vanuit een jongensperspectief. Hoe ze dat heeft gedaan, I don't know. Maar het is zo hilarisch gedaan. Het is niet gecensureerd, niet gefilterd. En gewoon al de gedachten van een tienerjongen, hoppakee, worden voor je neergezet. En I loved it. En het was zo fun. Wie niet weet waar Simon vs. The Homo Sapiens Agenda over gaat. We volgen Simon, die een beetje moeite heeft met uit de kast komen naar zijn ouders en op school. Niet omdat hij zich ervoor schaamt, maar gewoon omdat hij het heel vervelend vindt dat hij als homoseksueel uit de kast moet komen. En dat is ook dat hij
ervaring heeft gehad met dat hij uit de kast moest komen. Dat hij een vriendinnetje had. Of dat hij koffie dronk. Of dat soort dingen. En hij wil gewoon niet dat er een punt van wordt gemaakt. Hij wil gewoon niet dat andere mensen hem anders gaan zien opeens. Terwijl hij gewoon zo is. En dat vind ik een heel mooi standpunt wat wordt overgebracht. En terwijl dat gebeurt, gebeuren er gewoon hilarische dingen. Tiener dingen. Tiener jongens. Tieners gedachten. Het is zo grappig. En Michael Crouch brengt dat ook zo goed over op een luchtige, hilarische, maar toch ook realistische manier. Hij leest het voor alsof het allemaal heel casual is. In de zin van alsof het zijn eigen gedachtegang is en niet per se iets van iemand anders waarin hij zich inleeft. Dan het enige Nederlandse boek dat op deze lijst staat en dat is 100 stukjes van mij, van Lucy Dillon. Ik ben heel slecht in Nederlandse audioboeken, omdat alles om mij heen is Nederlands. En als ik naar een Engels audioboek luister, dan kan ik me beter afsluiten en beter scheiden van andere mensen die ik hoor praten in het OV, et cetera. Want ik zit dan op Engels, dus ik hoor Nederlands niet daadwerkelijk. Dus het gaat niet door mijn verhaal heen, daarom luister ik vaak naar Engels. Buiten het feit dat ik Engels een hele mooie taal vind en de kwaliteit. We zijn vaak wat beter in de zin van supergoeie narrators. En Nederlandse vertellers vind ik toch vaak, wat ik zei van de Grijze Jager, stemmetjes opzetten. Of niet per se stemmen hebben die passen bij het boek of bij het personage. Wat niet erg is, maar dat is gewoon mijn persoonlijke voorkeur. Ik wil dat het één plaatje is en dat het klopt. Dus daarom vind ik dat vaak bij Nederlandse audioboeken wat minder. Want ze hebben gewoon minder geld om daar tegenaan te gooien. Om het helemaal super beleving te maken. En dat geeft niet, maar dat is gewoon mijn voorkeur. Bij 100 stukjes van mij vond ik dit wel echt super goed. Deze is voorgelezen door Peggy Vrijens. En zij is gewoon de hoofdpersonage. Ik wist niet zo goed waar dit boek over ging. En het is gewoon het doet me heel erg denken aan Shopaholic. Het is een luchtig, romantisch, humoristisch verhaal. Maar met heel veel realistische en thematiek waar je je in kan verplaatsen. Volgen een vrouw die bezig is haar eigen bedrijf op te bouwen. Ze heeft een moeilijke break-up achter de hand. Ze is ziek geweest. Het is een supergoed verhaal met heel veel eigenaardigheden. En het leuke aan dit verhaal is dat het wordt dus de hoofdpersonage is heel erg een hoarder van spullen. Ze heeft heel veel spullen met heel veel herinneringen. En nu dus uit is met haar vriend gaat ze op zichzelf wonen in een kleiner huisje waar niet al die spullen passen. Dus zij gaat spullen wegdoen. En wij volgen dus een beetje haar leven en alles wat er is gebeurd en haar kijk op het leven en alles wat er nu gebeurt aan de hand van spullen. Dus een hoofdstuk begint met een item. Een van de 100 items die zij dus moet wegdoen. En dat item vertelt dus eerst een geschiedenisverhaal, wat dat item is of waar het haar aan doet denken. En dan zien we het heden, waarin een soort van datzelfde verhaal wordt aangegrepen en besproken. Een soort van, het is zo'n unieke, goede manier van schrijven. En ik vind dat dat ook heel goed is doorgebracht in de audioboeken. Peggy heeft een hele vrouwelijke stem. Die klinkt als jouw beste vriendin. Als ze voorleest, dan voel je dat je haar kan vertrouwen, een soort van. En daardoor is dit boek ook zo, komt dat hard aan op een of andere manier. Omdat je je heel erg verbonden voelt met het boek en met de voorlezer. Voel je dus ook verbonden met de hoofdpersonage. Het voelt echt alsof jouw vriendin is die het allemaal doormaakt. En je wil ervoor er zijn. En het is heartbreaking. En dat maakt dit boek zo mooi. Je vliegt er doorheen. Het is een redelijk lang boek. Maar dat gevoel heb je niet. Je gaat er zo doorheen. Je krijgt kerstfeelings. Zomerfeelings. Je krijgt een oppepper. Inspiratie van ik kan ook dit doen. Ik kan ook voor mezelf beginnen. Ik kan ook sterk zijn. Dus daarom vond ik dit een super aanbeveling voor iedereen die graag naar een Nederlandse audioboek luisteren. Want dit is de enige Nederlandse waarvan ik echt hoop dat het boter was. Dat was het dan voor mijn aanbevelingen van de audioboeken. Zoals ik al zei, ik luister deze altijd op Storytel. Ik heb ook een hele leuke aanbieding voor jullie. In plaats van 14 dagen proefabonnement kan ik jullie 30 dagen aanbieden. Dus je kan dus 30 dagen gratis naar alle boeken op Storytel luisteren. Je kan het linkje hieronder gebruiken www.storytel.nl/ebookwormlive. En dan krijg je dus 30 dagen gratis in plaats van 14, wat wel super nice is. Want in 30 dagen kan je echt naar een hoop luisteren. Let wel op, dit proefabonnement wordt na 30 dagen automatisch verlengd. Waardoor je dus €9,99 per maand gaat betalen voor je abonnement. Je kan het gewoon opzeggen elk gewenst moment. Dus als je 30 dagen hebt geprobeerd en je wil er niet voor betalen, zorg er dan wel voor dat je op tijd opzegt. Anders betaal je €9,99 per maand. Wat ook niet duur is voor alles van Storytel. Tenminste, ik haal het er dubbel en dwars uit.
En zoals ik al zei, je kan per maand opzeggen. Dus heb je het wel te lang, no worries. Je zit er niet een jaar aan vast of zo. Dat was het dan voor deze video. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Laat zeker weten wat jouw favoriete audioboeken zijn. Of doe aanbevelingen aan mij, welke ik echt zeker moet luisteren op Storytel of op een ander. Luisteren jullie ook op Storytel audioboeken? Of kopen jullie ze? Of gebruiken jullie een andere app of een andere website? Let me know. Linkjes naar al mijn socials staan in de beschrijving. Ook naar deze boeken. En ik zie jullie heel snel weer. Doei!